Voor mij levert het heel veel liefde op van de daklozen. En voor de daklozen levert het maaltijden op. Ik ben Pieter van Doren van de Goede en de Stoute. Ik ben Frans Geurt, chef en eigenaar van FG Restaurant Food Labs en de bakery. Vandaag steunen we zeg maar, het initiatief van Frans Geurt. Voor 25 euro krijg je 5 Vuurzee champagnebollen, waarvan 1 met bladgoud. Ontzettend met liefde en met passie klaargemaakt door François. Twee sterrenchef in Rotterdam. We hebben jaarlijks natuurlijk een daklozenproject. Dus meerdere keer per jaar koken voor daklozen. En ik vind het ook wel belangrijk om even in je eigen stad te kijken. Dus vandaar dat we toch altijd dicht in de buurt blijven. En ik vind het belangrijk om te delen. En zeker het eind van het jaar om die daklozen dan ook gewoon een mooie maaltijd te kunnen geven. Dus voor iedere 2,50 die we omzetten, spendeer ik 100% weer terug in de maaltijden voor daklozen. Nou, het is onze missie om bier naar een hoger gastronomisch podium te brengen. We vonden dat bier eigenlijk nergens in de top van de gastronomie werd geschonken. Dat vonden we eigenlijk zonde. Dus vanuit dat persoonlijke gemis zijn we dus de Goede en de Stoute begonnen. Nou, de drive erachter is dat je niet alleen maar stout wil zijn, maar soms ook goed wil zijn. Vandaar ook de Goede en de Stoute. Dus daar zit heel mooi spanningsveld tussen. Ja, je kunt natuurlijk heel veel nemen, maar het is vinden ook heel erg belangrijk om veel te geven. En als je dat kan doen middels een prachtig product en je kunt jaarlijks kun je ook wat goeds doen, dan wordt de samenleving een stukje mooier. En dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. En de oliebollen die we bakken, dat zijn niet zomaar oliebollen. Hè? Ik heb gisteren hele mooie crème pâtissier gemaakt met verse Tahiti vanille en verse eieren en noem maar op. Nou, die koken als een soort vla en die grote ketels, die laten terugkoelen, dat is een mooi opstijven. En dan worden die oliebollen alle minuut gemaakt. En dan vers ingespoten en met bladgoud afgewerkt. En even nog door de kaneelsuiker gehaald, krijgt die mooie crunch. Ja, het gaat heel erg goed. Ik weet niet of je het kan zien, maar er staat een behoorlijke rij tot aan buiten. Uiteraard alles wel proberen om corona-proof te doen. Maar er zijn veel mensen op afgekomen. Ik denk dat we wel de 2000 oliebollen gaan aantikken vandaag. De daklozen die krijgen tijdens de jaarwisselingen een x aantal gerechten. En we hebben onder andere gerechten met gemarineerde kip, soort jerk chicken, met basmati rijst. Er zit een gerechtje bij met tonijn en ceviche. We hebben een gerechtje met chili con carne, yoghurtjes, frisdranken, roast potatoes. Dus ja, de gasten kunnen ze lol op.